Leuk. Alright. Voor vandaag, Hatha Yoga. Zoals je zover bent, kom dan zitten in een houding die voor jouw intuïtief het beste voelt. Je beide zitbordjes en staartbeenbeweging in de richting van de mat. De wervelkolom, lang actief rechtop, de kruin reikt iets richting het plafond, de wervels boven elkaar uitgelijnd zijn, je schouders zakken iets weg bij je oren, de ellebogen zijn zacht, en de handen rusten met de rug van de hand naar de knieën of dijbenen, de duim en wijsvinger verbonden in je chin mudra. Focus de blik op één punt of sluit de ogen. Dan begin ik met de korte mantra. Adem in. Murabe Namaha. Nu ging je de handpalmen samen. Namaste. Alright. Kom eerst zitten in een positie met de benen iets lang uitgestrekt. En dan het linkerbeen wat langer uit wil houden. En als dat in zittende houding op de vloer niet heel comfortabel voor is, maar een lift van het bekken helpt je bij om iets rechtop te blijven zitten, dan gebruik je iets ondersteuning. Haal dan je rechterknie in de richting van de borst en plaats de hiel zo dicht mogelijk in de richting van je bekken of het zitbeen als dat mogelijk is. Dan haak je rechterarm net iets onder de knie om het dijbeen heen. En met de linkerhand reik je voor je rechterhand, de pols, misschien zelfs de onderarm of elleboog. Het hele idee wat je daarbij wil creëren is dat je activeert alle spieren rond de taille, zo buik, schuine buikspieren, rugspieren. Je activeert de schouders, de borst en misschien zelfs heel licht je rechterdijbeen. Linkerbeen is redelijk ontspannen, misschien hou je dit teen iets op of je kunt dit teen iets van je weg, zo het blijft een actieve houding. En misschien nog het meeste focus hoe actief je rechtop kunt zitten door de rechterarm om het rechterbeen heen te slaan. De schouders blijven nog steeds weg bij de oren, nek is lang, je blik is voorwaarts op, sluit zelf de ogen. Relax je gezicht, daar is de spanning niet nodig. Je kaak is iets los van elkaar en als je eenmaal iets landt in die positie waarbij je activeert het lichaam, focus op de ademhaling. Rustig in, rustig uit. En voel wat je voelt, denk wat je denkt. Je arriveert op de mat, iets wat stiller, wat statischer dan dat we meestal zien. Lichte fluctuaties voorbij moet komen. De geest neemt van alles waar. Sensatie. Dan weer een gedachte, misschien een gedachte over de sensatie. Of een sensatie die aansluit bij de gedachte die opkomt. En het steeds iets heen en weer beweegt. En dan kijken of we in yoga en meditatie langzaam ons iets meer stabiel kunnen gedragen ten opzichte van wat de geest eigenlijk allemaal waarneemt. En wat is dan waarheid? En wat is misschien niet helemaal kloppend? Zo adem voor jezelf hier nog een paar keer rustig in en uit. En misschien alleen maar luisteren of zit het. Daarbij zoveel mogelijk recht op blijft zitten. Adem hier zo voor jezelf nog twee keer rustig in en uit. Met de tweede uitademing haak je de rechterarm weer rustig van het rechterbeen los. Geef dat been voor een klein moment de ruimte. Voel het verschil tussen rechts en links. Misschien steun je zelfs heel licht iets met je handen richting knie of dijbenen. Relax op je rechterschouder, je rechterarm. Je voelt een asymmetrische ervaring, misschien meer actief op rechts, minder op links. Maar zonder dat de andere zijde hetzelfde hoeft te zijn, kijk wat je kunt doen voor de linkerkant. Het rechterbeen blijft lang uit, redelijk tot actief. Je linkerhiel komt iets naar je toe, plaats de voet op de vloer. Je linkerarm haakt om het linkerbeen heen en de rechterhand reikt voor de hand, de pols, de elleboog of je bovenarm. Bovenarm tussen je elleboog of onderarm. En ook daar weer de onderrug iets in, breng de borst iets op, deelt. Schouders een klein beetje omlaag gaat zakken. Focus weer op één punt, op sluit de ogen.
Als we één focuspunt kiezen, sommige houdingen kunnen we makkelijk de ogen sluiten, sommige houdingen is dat wat moeilijker omdat we iets meer moeite moeten doen om ons balans te behouden. Zo focus dan op één punt. In yoga-traditie noemen we één focuspunt, één punt van concentratie, ook wel een drishti. We gebruiken ashtanga yoga, er zijn specifieke punten waar je op kunt concentreren. Hier staat misschien wat meer vrij. En hoe meer vrijheid we krijgen, hoe meer de geest misschien een spelletje probeert te spelen en je een klein beetje meeneemt naar verschillende punten. Ik wil de concentratie behouden op één punt om te observeren wat is nu op dit moment en wat is realiteit. We gelijk door een kalm, rustige adem. In en uit. Je adem eerst voor jezelf weer 2 keer rustig in de mond. En dan ook langzaam je linkerarm iets loshaakt van de knie op het scheenbeen. Het linkerbeen komt verder met de ruimte geeft. Je voeten zijn meestal iets uit elkaar. Dat iets ontspannender voelt. De handen rusten weer richting de benen. Relax je schouders. Zelfs voelt de rug. Blijf in adem als je een zucht kunt gebruiken. Soms geeft dat wat verlichting zonder te overdrijven. Dus om er een oefening ervan te maken. En van meer statisch langzaam in beweging komen. Dan breng je benen iets meer samen. Sluit de tenen en knieën aan. Misschien punt je tenen iets naar voren. De handen landen op de vloer. Misschien eerst naast het lichaam en dan een klein stukje naar achter. Ellebogen zijn naar elkaar toe. De borst blijft nu licht en de onderrug iets ziet. Dus je niet hangt in de wervelkrom op je schouders. Maar jezelf iets omhoog houdt. Als het te intens is op de handen. Breng je ellebogen op de onderarm in de richting van de vloer. Heb dan je rechterhiel een klein stukje van de vloer. Maak een grote cirkel, zo groot als dit, buitenlangs op, rechtsop. En via de linkerzijde weer terug omlaag. En doe dat 3 keer in totaal. Cirkel het rechterbeen, buitenlangs op. En binnenlangs weer terug omlaag. Blijf in adem, licht. Check het bovenlichaam, blijf in positie. En dan langzaam het rechterbeen weer terug omlaag. En datzelfde been wissel van zijde. Dan met de klok mee dit keer, linksom, binnenlangs op. En via de buitenzijde weer terug omlaag. Als dat werkt op je adem, in omhoog. En uit weer terug omlaag. En met datzelfde been nog 1 keer, linksom op. En via de rechterzijde weer terug omlaag. Want de linkerhiel naast de rechterhiel. En wissel van been. Lift het linkerbeen een klein stukje op, buitenwangs. Linksom op, met de klok mee. En via de rechterzijde weer terug omlaag. Blijf in adem als dat niet werkt, op de inademing omhoog en uit omlaag. Dan volgt de adem vanzelf, observeer de beweging. Als het iets te intens is, de adem misschien stokt of hapert. En na 3 cirkels, wissel van richting rechtsom, binnenlangs op. En via de buitenzijde weer terug omlaag. Niet alleen voelt het verschil tussen het rechter en het linkerbeen, maar misschien ook het verschil tussen het rechter en de linkerzijde omdraaien met het been. Nog 1 keer cirkel op. En langzaam weer terug omlaag. Land dan de hielen samen. Reset het bovenlichaam. Kleine check of je nog steeds rechtop actief bent. Lift dan je beide hielen als dat lukt een klein stukje omhoog. En cirkel de benen 1 keer rechtsom tegen het blokje omhoog. En via de linkerzijde weer terug. En dan van richting wissel. Met de klok mee. Linksom op. Blijf in adem. En via de rechterzijde weer terug omlaag. En dan land de hielen. Lift dan de borst weer terug omhoog. Als je wil, hou je de knieën zelfs iets naar je toe. Breng jezelf heel rustig omhoog. Naar een staande houding. Of een derde warm-up kunnen vervolgen. Als je in staande houding bent, je voeten misschien een klein beetje uit elkaar. De knieën licht uit het slot. Relax je benen. Laat de armen ontspannen hangen langs het lichaam. Breng dan de kiem in de richting van de borst. En in jouw ritme rol het hoofd rechtsom. Met de knop mee naar achter. En via de linkerzijde weer terug naar voren. Zo groot, zo klein, zo snel of langzaam als voor jou goed voelt, waar je een idee creëert van de nek. De wervels, de spieren, zelfs even uit de bovenrug. Wat lichtheid in het hoofd kent, niet zo snelle beweging, helemaal niet zo intens en groot. En zeker in de nek, daar liggen de zenuwbanen veel oppervlakkiger, zo je gewoon nog meer voorzichtig moet zijn.
De bek die cirkel hebt gemaakt, breng het hoofd kort tot stilstand en wissel van richting links om naar achter en rechts om weer terug naar voren. Misschien begeleid door de adem of de beweging volgt en rustig in en uit adem. En ook vanuit linksom breng je het hoofd langzaam weer tot stilstand en balans je het weer bovenop de wervels. De nekwervels. En bovenop de atlas de kruin weer richting het plafond komt. Buigen je ellebogen, breng je vinger toch richting het schoudergewricht. Mobiliseer de schouders, borst en bovenrug. Lift de ellebogen voorlangs naar elkaar toe omhoog. En via de achterzijde weer terug omlaag. En dat doe je een paar keer. Dus cirkel voorlangs op. Bijna hetzelfde als met de nek. Of je snel of langzaam gaat. Of de ellebogen elkaar kunnen raken als je voorlangs komt. Omdat ze een klein beetje naar elkaar toe bewegen. Je voelt al voldoende stretch op de bovenrug. Hetzelfde geldt naar achter. Blijf ook weer in adem. Als dat werkt op de adem in omhoog, uit omlaag. En ook hier wissel van richting achterlangs op. En voorlangs weer terug omlaag. Of dat dezelfde beweging weer is. Wat groter, wat kleiner, sneller of langzamer. Los masseert meer hè, boven het lichaam. Nice. En ook hier breng rustig de ellebogen weer tot stilstand. En dan span de armen langs het lichaam voor momenten. Je schouders zak een klein beetje mee. Hou de voeten dan ongeveer op heupbreedte. De knieën dit keer meer iets in het slot. Actieve benen. Cirkel dan de armen buitenlangs omhoog. Rijd met de linkerhand voor je rechterpols, je onderarm of je elleboog. En buig iets over naar de linkerkant voor een stretch of de heup iets meegaat, laat je de heup meebewegen. Als je een heel klein beetje een vering vindt en ervaart dat dat meer stretch geeft, of een klein beetje nieuwsgierigheid misschien kan voelen. Soms is het te intens, hè, zo. Niets is niet moet. Right. In wissel van zijde adem in over het midden, wissel van arm en uit en buig over naar rechts. Stretch in. Nog een keer zo over het midden, buig naar links, stretch rechts. Terug over het midden, nog een keer naar rechts, stretch links. En dan rustig weer terug over het midden. En breng dan de armen weer langs het lichaam omlaag. Beweeg jezelf rustig naar de voorzijde van de mat, als je al niet daar was. Je voeten iets meer samen. Doen 6 rondes zonder groet, zonder dat we eerst 1 rustige ronde doen. We komen gelijk iets meer in flow. Als je sneller of langzamer gaat dan mijn ritme, volg het ritme dat voor je werkt. Iedereen eerder hier de zonder groet heeft gedaan en zo. Iedereen weet de stappen die volgen. Of je het meer of minder actief maakt, is helemaal aan jou. Hè? We beginnen met de armen langs het lichaam. 1 ronde misschien eerst zonder de ademhaling. Lift dan de armen voorlangs omhoog. Als je ruimte hebt, buig iets achterover. Heup gaat naar voren. Schouders iets naar achter. En vanuit de heup, de wervelkolom voorover. Vingertop of handen richting je toe. Buig je knieën als dat nodig is. De rechtervoet stapt naar achter. Land je knieën misschien zelfs voor een seconde. De vee, borst op, heup naar voren. Stap dan kort naar een plank. En vanuit een plank, knieën, buig je ellebogen. Met de borst, kin of voorhoofd richting je toe. Dan beweeg je iets naar voren, voorzijde van de heup aan de mat, voet iets samen, licht de borst, licht het hoofd, misschien zelfs de buik. En krul de tenen weer in de mat, staarbeen op, hoofd omlaag, moderasana. Rechtervoet komt naar voren, help of wandel de voet linker, knie gaat iets omlaag, borst misschien iets op. Beide voeten stappen staan weer uttanasana, tenen hier stuit aan, borst richting bovenbenen, relax je nek. Armen richting de oren, ligt de rug als het lukt in een rechte lijn omhoog en dan misschien niet daar voorbij. En alleen de armen komen weer terug omlaag naar Samasthiti. Tweede ronde misschien je adempunt meenemen. Adem in, omhoog en misschien iets naar achter. Adem uit vanuit de heup voorover, vinger top of handen richting je toe. Linkervoet, adem in, borst op, heup iets laag. Hou kort de adem vast via plank, vanuit plank, knie. Borst, kin of voorhoofd. Adem in, cobra, bhujangasana. Adem uit, teen in de mat, staarbeen op, hoofd omlaag. Linkervoet, adem in. Rechtervoet, adem uit.
been omhoog. En een aantal in de armen gaan weer terug omlaag. Nog vier keer, adem in. Geniet er op de adem, volg dan liever de beweging en laat de adem gewoon rustig in en uit bewegen zonder vast te houden. De rechtervoet. Via plank. Dan omlaag. Bovenlichaam iets op. Heup blijft aan de vloer, schouders laag. Sta been op, strek schouders en borst. Rechtervoet. Linkervoet. Omhoog, adem in. En uit de arm weer terug omlaag. En op de helft, nog drie keer. Adem in. Adem uit. In links. Ja, plank. Adem uit omlaag. Adem in. Adem uit. Adem in links. Uit rechts. Omhoog in. En uit weer terug omlaag. De laatste twee zijn voor jezelf. Als je begeleiding nodig hebt, je de beweging kunt volgen. Als het niet eens helemaal perfect hoeft te zijn, hè? Check hoe het lichaam in beweging komt. Bewust van adem. Ook een ronde of beweging, misschien hartslag en adem iets sneller of hoger. Rechts. Links. Omhoog. En andere weer omlaag. Laatste keer. Constante buiging van de wervelklok. Flexig stem. Flexig stem. Gecontroleerd in elke houding. Probeer bewust te blijven van elke millimeter. Zelfs als je er 108 zou doen. Elke is geconcentreerd. Als je uiteindelijk eindigt aan de voorzijde van de mat, om jouw eigen as heen, draai drie keer een rondje met de klok mee. Zo rechtsom, drie keer een cirkel maken op één punt. Focus, blijf in adem. En na drie keer die cirkel om jouw eigen as heen, jezelf weer terug naar voren bewegen. Geef je benen wat ruimte. Relax je schouders en bij je oren, relax je armen, je vingers, je handen. Relax je gezicht, focus op één punt of sluit de ogen. Zeker naar die cirkel en misschien hartslag en adem nog wat hoog zijn. Je licht kunt voelen in het hoofd, dan is één punt van concentratie vinden wijzer. Dan langzaam als het lichaam weer iets land, je voelt weer de steun van je beide voeten, je beide benen. Dan relax. Dan misschien weer de ogen sluit. En observeer wat overblijft. En al dat wat we doen, samen of alleen op de mat, misschien zelfs een klein beetje erbuiten, als we op yoga beoefenen, als we dat zo noemen. Een klein fragment in ruimte nemen om te observeren wat je reacties zijn als er situaties iets stressvol worden. Waar je wat bijsturing kan geven, waar je zelf iets terug kan naar een hele veilige omgeving op de mat. Niet zoveel factoren van buitenaf beïnvloeden aan wat je doet of wat je laat. En blijf opmerkzaam. Met bewust van adem, houd ontspannen en relaxed. En overdreven agressieve bewegingen of houdingen. Die stabiliteit misschien kunt gebruiken om een soort vertaalslag te maken naar alle dingen die we doen buiten de mat. Met onze warm-up. De statische houding. Begin in staande houding. Open eerst rustig de ogen die nog gesloten waren. Breng je voeten wat dichter naar elkaar toe. Als je tenen hier kunt aansluiten, is helemaal mooi. Armen zijn langs het lichaam. Schouders blijven nog iets omlaag. Dan draai je de handpalmen open en cirkel je de arm omhoog. Dan komen de schouders automatisch iets op. Maar ze kunnen altijd een klein stukje weer omlaag. Hè? Minder gestrekte arm omhoog. Dat je de handpalmen samen kunt bewegen. Mooi. Als het te intens is op de schouders of de nek, hou je de handen iets uit elkaar. Van de voetzolen tot de top van het hoofd, tot de vingertoppen, is het hele lichaam actief. Kuiten, dijbenen, billen, rug, buik, borst, schouders, blik is voorwaarts.
of in Tadasana, de berghouding ook wel genoemd. Tada is eigenlijk een palmboom. Iets als je ogen sluit en voelt dat het lichaam blijft zoeken naar balans. Het is nooit helemaal statisch en stil. Ik denk niet als we dat vlakker op de steun is, het iets kleiner maken. De voeten samen. Met van uitgelijnd bovenop. Neutrale adem, normale adem. Misschien zelfs alleen maar volg de ademhaling. De houding is maar de houding. De houding is een techniek. Je hoort de ademhaling en dan hoort dat daar altijd is de mantra zo de inademing. En ham, de uitademing. Adem hier dan nog twee keer rustig in en uit. De derde inademing, cirkel je de armen weer terug omlaag. De uitademing, relax je schouders, reset iets je voeten, relax je knieën, je billen, je rug en rust. Activeer het lichaam met een techniek, een asana, een yoga houding. Dan neem je de techniek weg en observeer wat overblijft. Het overblijft per houding zal verschillen, net als de inspanning die je moet geven in de houding. Open eerst weer rustig de ogen. Meestal helpt als je voeten wat dichter bij elkaar beginnen. Als je een wand nodig hebt om te steunen jezelf iets naar een hulpstuk toe brengen. Vrishasana, wel tree pose, boomhouding. Breng je gewicht op het linkerbeen. Hef dan de rechterknie iets omhoog, eerst misschien naar voren of gelijk naar buiten als dat voor je werkt. En plaats dan je rechtervoet tegen het linkerbeen. Dan kunnen je tenen bij die kiel zijn, op de enkel, aan de vloer. De kuit, de knie wat hoger op. Als je een staande halve lotus kent, misschien de vreef van de rechtervoet plaats in de linkerlies. Een halve staande lotus, meer intens is voor de knie, zo mindful voor de knie. De rest van het lichaam is actief rechtop. Als je de armen mee kunt nemen of de handen komen in namaste met de duimen richting het hart. Of je cirkelt de armen net als in Tadasana, zijwaarts omhoog. Met de handpalmen samen op iets uit te komen. Focus de blik weer op één punt en volg de ademhaling. Een neutrale adem. Een normale adem. Voor de mantra. Zo de inademing. En ham de uitademing. Adem hier nog twee keer, rustig in en uit. De derde inademing, breng eens de armen weer terug omlaag. Misschien zelfs je voet een klein stukje moet helpen. En dan land de rechtervoet naast de linkervoet. Land weer op beide benen en wissel rustig vast uit. Zo geen haast, weinig fluctuatie, zo je gecontroleerd je positie vindt aan de andere zijde. De linkervoet in positie, hoog, laag, in tree of die halve lotus daaraan toevoegen. De benen in positie zijn, je balans is daar, focus op één punt, dan de armen, handen voor de borst. Of de armen langs het hoofd omhoog. Als eenmaal de positie weer is aangenomen, adem. Soham, de man van dit, ik ben dit. Misschien zelfs hoort ham, sa. Grammaticaal hetzelfde is, grammaticaal anders. Een mantra is hetzelfde. Zo puur focus, ademhaling, steeds weer. Adem zo nog twee keer, rustig in en uit. De inademing begint weer met de armen. En uit in land en linkervoet. Je voeten weer een klein stukje uit elkaar, buig iets dichter. Relax je schouders, ontspan je billen, je voeten, rug, nek. Precies. De techniek is je weg. En luister.
die de mat gebruikt ook in bredere posities, die misschien een kwartslag wil draaien als je die positie nog niet had gevonden. In het midden van de mat begint en een brede stap maakt. De rechter en linkervoet gaan een grote stap uit elkaar. De handen naar schouderhoogte brengt. Je actief in de schouders, bovenrug, schouderbladen zijn naar elkaar toe. Draai dan de rechterhiel uit, op de rechtertenen uit op de hiel. En de linkerhiel op de bal van de voet. Buig dan alleen je rechterknie, houd de schouders boven de heup. Twijfel over de positie van de schouders. Als je recht omlaag kijkt, is je neus boven je staartbeen. Rechter schouder, rechter heup. Linkerschouder, linkerheup. Armen zijn actief, handen blijven ongeveer naar schouderhoogte. Misschien zwaar voelt op de schouders, niets mis mee. Licht op zich weer hoeveel je die voorste knie kunt buigen dat achterste been nog lang uit blijft. En je linker kleine teen aan de vloer blijft. Vira 2, Vira Padrasana. Vijf op zijn houding. Je ruimte hebt met de blik, Vira 2 je daar. Blik kunt brengen langs de rechterhand voorwaarts. Je twist in de nek. Terug naar adem. In en uit. Adem zo nog twee keer in en uit. Bij de inademing strek het rechterbeen. Uit een brede teen en heel terug naar neutraal. Draai dan je linkerteen uit, rechterhiel iets naar buiten. En buig alleen de linkerknie. Zo alleen maar vanuit de benen de beweging iets volgt. Dus je linkerknie in de richting van je linkertenen. Klein beetje meer naar binnen of naar buiten. Dat maakt niet zoveel uit als die knie voorbij de enkel gaat. Als je daar meer stabiel staat, altijd welkom. Maar hou het gecontroleerd. Hè? Als het zomaar een houding is, dan voegt het iets toe. Niets toe. Als je gecontroleerd in de positie blijft en je bent bewust waar de knie is, waar de voet is, waar je tenen naartoe wijzen, hoe de schouders zijn gepositioneerd, de handen, zelfs je vingertoppen. Blik naar één punt. Adem. Als het gecontroleerd is, dat je er niet toe hoe de houding naar uit. Adem nog twee keer in en uit. Derde inademing, strek het linkerbeen. Draai de tenen hier weer terug naar neutraal. En terwijl je een stap of een wandeling maakt met de voeten weer naar elkaar toe, ontspan je gelijk beide armen. Relax weer je schouders. Relax je gezicht. Focus weer op één punt of staat je op. Relax. Begin weer hetzelfde. Open is weer rustig de ogen. Met de voeten iets meer samen. Een brede stap. Rechter. Linkervoet. Grote stap naar buiten. Handen naar schouderhoogte. Zelfde rechtertenen gaan weer uit. Linker hier iets naar buiten als dat lukt. Rijd dan met de rechterhand voor je rechtervoet. Je voeten ambitieus is scheenbeen of zelfs je onderarm op het rechterzijbeen. Linkerarm gaat op naar het plafond. De schouders blijven open. Als het te veel wordt voor de schouders, breng dan de linkerhand in de richting van de rug of de heup. Dat je de openheid van de borst behoudt. Blik eens omhoog, opzij of omlaag. Misschien de keuze maakt om de schouder of de arm specifiek uit de houding te halen. Je meer kunt focussen op de energie in de benen, de energie langs de wervelkolom. En adem. Putika, Trikonasana, gestrekte driehoek, adem weer twee keer, eerst rustig in de uit. Blik elders is, kijk eerst naar de rechtervoet en vanuit de rechterbeen duw en lift, jezelf weer terug omhoog. Wissel de voeten weer van zijde, via neutraal, linkertenen uit, rechterhiel iets naar buiten, linkerhand, linkervoet, geen been of bijbeen, rechterarm omhoog of rechterhand naar de rug.
Links en rechts kunnen altijd iets verschillen. Soms sta je stabieler naar links dan naar rechts of andersom. En een reset kunt vinden. Bewuste positie van je voeten. Zonder dat je het hoeft te zien, weet hoe je wervelgronden buiging op de strekking. Naar adem. Neem misschien eerst terug omlaag bent, dan jezelf weer terug omhoog brengen, de armen parallel. Voeten gaan weer naar elkaar toe, ontspan de armen. Rust. In positie vanuit hier. Open eerst weer rustig de ogen. Als je naar de lange zijde van de mat bent, waarschijnlijk, draai jezelf weer terug naar de voorzijde van de mat en een klein stukje naar achter. Stap dan de linkervoet, een grote stap naar voren, terwijl je rustig de rechterknie in de richting van de mat beweegt. Als je de knie moet ondersteunen, altijd doen, de mat is hier, of je kunt iets extra ondersteuning gebruiken als dat werkt. Hè? Als je op wankel staat, wandel je linkervoet misschien iets meer naar links of juist naar rechts. Gewicht is nog steeds boven de rechterknie, heup, schouders in één lijn. Leg dan de vingers eerst samen. Je vuisten van de handen wil behouden of de wijsvingers iets opstrekt. Energiek, een mudra, hè? Kali mudra. Dan ligt de armen langs het hoofd omhoog. Misschien een klein beetje masseer je schouders, zodat de armen wat energieker langs het hoofd omhoog kunnen bewegen. Dan Anjaneyasana, eerst de linkerknie en de rechterheup naar voren beweegt. En terwijl de heup en knie naar voren gaan, de stretch al intensiveert aan de voorzijde van de rechterheup. Heupbuigers, zoals spier, een van de meest bekende. Een beetje op stretch voelt. En terwijl het bovenlichaam nog helemaal niet zoveel doet, anders dan het omhoog gaat, al ligt wat stress ervaart in de onderrug. Logisch. Hè? Als je ervaart, de heup en knie naar voren kunnen behouden, maar de schouders iets naar achter kunnen buigen. De armen gaan iets mee, misschien gaat het blik iets mee omhoog. Je er meer backbend van kunt maken. Een lage lunge. Een sikkelvormige maan, crescent moon. Nog steeds een neutrale adem. Een normale adem. Nog twee keer, rustig in en uit. En eerst de voorschouders weer terug meeneemt, de heup weer een klein beetje over het midden brengt. Dan vind met je handen weer de vloer. Via down dog of een plank, wissel van zijde. Stap de rechtervoet naar voren, linkerknie richting de mat. Dit jezelf weer wat stabieler brengt in een lunge die niet al te groot is. Drie vertrekpunten, heb de knie wat ondersteuning extra's nodig. Beginnen met de armen, leg de vingers samen, lift de arm omhoog. Wijsvingers op of gewoon de vuist omhoog strekt. Beide prima. Dan de linkerheup en de rechterknie misschien iets naar voren bewegen. En als dat al voldoende is, gewoon hier kunt blijven. Het bovenlichaam hoeft niet per se iets te doen. Strek het opwaarts. Met je energiek in de schouders. Als je ervaart dat de schouders en de armen iets naar achter kunnen buigen, houd de heup voorwaarts. En zodat de heup mee naar achter gaan, dan buig je wel met de wervel, maar dan gebeurt er niet meer zoveel vanuit de heup. Blijf in adem. Adem hier nog twee keer. Bij de inademing leef weer terug. Handen vinden rustig weer de vloer.
En dan rustig de rechterknie naast de linkerknie. En rust jezelf in Makarasana op de buik. De handen misschien wat dichter bij het hoofd wil behouden. Misschien liggen de armen zelfs langs het lichaam naar achter. Strek je hoofd iets op van je voet iets ruimte geeft. Ontspan je billen, ontspan de rug. De laatste houding, Anjaneyasana, is absoluut al een buikbeen. De wervelkolom ervaart dus zelfs als de schouders en de borst niet meer naar achter gaan. Ligt een soort voorbereiding geeft. Het voelt meer stretching. De volgende houding is absoluut meer actief. En dan een houding die moet je van beide hebben. Begin dan met de voeten dicht naar elkaar. Als dat lukt, sluit je tenen aan. De benen blijven lang uit op de mat. Knieën blijven gestrekt. De armen gaan langs het lichaam naar achter. Handen gaan richting je dijbenen of je plechte vingers boven het lichaam samen. Zul je mudra zo maken of gewoon vuisten van de handen houden. Of misschien zelfs de handen een andere positie geeft. Hey, een van je polsen kunt vasthouden. Soms werkt dat het allerbeste. Je schouderbladen zijn iets naar elkaar toe. Je schouders weg bij je oren richting de heup. Adem heel licht iets in. Licht het hoofd. Licht de borst. En op de uiting licht de beide benen. De intentie is in de nek. Je misschien te veel vanuit het hoofd. De nek beweegt. Kun een klein stukje in. Meer activeer de onderrug. Je beeldspieren. De wervelkolom sterker maakt. En de handen rusten misschien op het lichaam, of je ligt de arm een klein beetje omhoog. Misschien voelt het verschil. Meer of minder actief. Nog steeds bewust van adem. Blijf zo lang als mogelijk in licht in Shalabhasana. In gaan. Absoluut niet de rug. Sterker probeer te maken. Er is niets anders dat werkt dan je spieren. Adem hier nog twee keer. Rustig in en uit. Twee keer met de adem. En langzaam weer de weg naar terug. Richting de vloer. Vind de benen ontspannen. Misschien de armen iets meer langs het lichaam houden. De handen weer terug dicht naar het hoofd. En relax. De ervaring dat we die korte ruimtes tussen de houdingen doornemen, dat elke houding andere energie van ons vraagt. Een kleine reset hebben. En dan weer verder kunnen bewegen. Als de vorige houding al energiek genoeg voelt, of je wil de rug liever sterker maken dan zozeer de wervelkolom de stress brengen in compressie, herhaal dezelfde houding. Als Dhanurasana een optie voor je is, buig dan je beide knieën en rijd met de armen naar achter richting je voet, de enkel, de teen of zelfs het scheenbeen. Je broekspijpen kunt vinden, kan ook. Of een hulpstuk misschien in de buurt hebt, een riem. Of dat wat kan fungeren als riem. Begin dan met de benen. Houd hoofd rustig richting de vloer. Adem heel licht iets in. En op de uiting, licht de knie en dijbenen. Ook in Shalabhasana als je die houding hebt gekozen. Dat je variatie is, geen probleem. De benen niet ver omhoog en dan komen de bogen op de maximum van de knieën en in maximum licht. Dan ligt het hoofd met de borst. Focus de blik op één punt. Misschien sluit zelf de ogen. Er is niets te zien. Adem. In jouw buikbeen. Adem nog twee keer. Rustig in en uit. Tweede uitademing, kom langzaam weer naar het rug. Als vlak op de buik, in Makarasana de houding is die voor jou best treffende rugruimte te geven. Als Child's Pose, Balasana ruimte kan geven, breng je billen richting hielen. Borst meer naar bovenbenen, mindful voor het hoofd, kan het hoofd iets op om de nek te ontzien. In beide gevallen, focus adem. Adem kan ons niet alleen energie brengen. Dat doet de inademing. De adem kan ook ons relaxatie geven. Dat doet de uitademing. Nu
die nu vanuit Tao voortkomt, ook van Makarasana, die jezelf rustig weer met de wervelbloem iets omhoog brengt. En een positie aanneemt om te beginnen in Vajrasana. Een zittende positie op de onderbenen. Je hielen, je voeten zijn wat dichter naar elkaar toe. Misschien vallen de hielen iets naar buiten. Zit je een klein beetje aan de binnenkant van je voeten, dat is prima. Als je meer op de hielen zit, wat dichterbij. Als je ondersteuning nodig hebt, onder je billen, tussen de benen of onder de benen. Altijd erbij kunt nemen, een bolster, een blok, een rol van een deken. De wervelkolom, in dat geval actief rechtop legt. Als je ervaart al wat stress in de knieën, misschien gewoon mindful in Vajrasana doen blijven. Het thunderbolt, een bliksemschicht of diamant zit, ook wel wordt genoemd. Als je iets meer ruimte hebt in de heup, zo'n knieën misschien iets meer belast, maar de ruimte komt vanuit de heup. Til je weer een klein stukje op en kom je zitten tussen de benen, tussen je voeten. In plaats van Vajrasana, Virasana, heldenhouding. Eén is niet per se beter dan de ander. Het is een andere energie. Het is iets meer stressvol voor de knieën. Als je het alleen maar voelt in de knie en niet zozeer meer op de quadriceps, misschien weer terugkomt naar Vajrasana. Handen rusten richting knie of dijbenen. Als je het chin of Dhyana Mudra wilt of kunt maken, op de handen rusten meer in de schoot. Focus weer op adem. In en uit. Als je tussen de benen zit en je ervaart dat de knieën oké zijn, je doet gewoon een klein moment, 10 seconden, meer stretch op de quadriceps. En misschien langzaam met de wervelkolom iets verder achterover kunt bewegen. Steun eerst op je ellebogen. Dan ervaart op de wervelkolom verder naar de vloer wil komen. En je zoekt dat Virasana kunt vinden. De knieën gaan waarschijnlijk wat meer uit elkaar. Nog meer stretch aan de voorzijde van het lichaam kunt gebruiken. En lift jezelf de armen langs het hoofd omhoog. 10 seconden, zoek dat Virasana. Blijf in de adem. Tel niet de seconde, maar tel de ademhaling. Je meer achterover was, in hoeverre dat ook is. Duw met de elleboog weer op de vloer. Ligt de torso weer terug omhoog. De wervelkolom weer terug omhoog is. Je hand iets op de vloer plaatst. Je gewicht iets optilt. Naar rechts of links beweegt. En je benen de ruimte geeft. Je voorwaarts strekt, je knieën weer wat ruimte geven, je tenen vallen iets naar buiten. Je handen rusten richting knie op bij benen, relax je schouders, sluit de ogen. Rust. Je voelt ook hier weer de stress die overblijft vanuit de benen. Twee houdingen achter elkaar voor één zijde. Ook niet weer rustig de ogen. Omdat je rechterop actief komt zitten. Als je weer die lift kunt gebruiken, dat er weer bij neemt. Breng dan het linkerbeen eerst of iets naar buiten. Of buig de linkerknie en plaats de linkervoet aan de binnenzijde van het rechterbeen. Kan zijn dat die knie nog omhoog blijft. Geen probleem, hè? Misschien de heup niet die ruimte heeft. Je kunt het been ondersteunen. Als je voelt dat het heel zwaar is voor dat been. Je focus is meer naar het rechterbeen. De heup en schouders zijn in de voorwaartse oriëntatie. Je hebt niet meegedraaid met links, maar nog steeds naar voren. Soms helpt het als dat wel eens gebeurt om je rechter zitbeen een stukje omhoog en naar achter te brengen. Cirkel dan de armen langs het hoofd omhoog. Voel dat je iets meer actief rechtop komt zitten. En dan net als in zonnegroet vanuit de heup buig voorover. De heup geen ruimte meer heeft, dan langzaam door de wervelkolom voorover komt. Als laatst landen je handen. En misschien kun je met de handen de voet benaderen. Weerszijde van de voet. Misschien zelfs met de linkerhand je rechterpols kunt vasthouden. Als je lange armen en flexibel bent in de wervelkolom. Als dat nog niet de ervaring is die je hebt, de handen landen meer bij de enkel of het scheenbeen, de kuit of de knie. Als je de hand iets aan de buitenkant wil brengen en je elleboogwricht in de vloer brengt. Het hoofd volgt met de rest van de wervelkolom in welke variatie je ook hebt. Hoe ver je ook voorover buigt, het hoofd gaat met de rest van de wervelkolom mee. Hand ontspannen voorover. Relax je nek. Eenmaal in de asana, adem. Janushirs, asana. Knie, hoofd, houden. Hamstring en rug, stretch. Neutrale adem, normale adem. Die de mantra gebruikte en de mantra weer kwijt denkt. Soham. Waham, sa.
aan de manier nog 2 keer, dus dat men lijkt om er helemaal uit de houding te komen. De adem is gevolgd tot aan de borst een klein stukje omhoog als je 5 ver voorover was. Breng dan je rechterarm aan de binnenkant van het rechterbeen. Dat kan de hand of de pols zijn. Misschien kun je zelfs de elleboog of bovenarm naartoe brengen. En dan voel dat je met de rechterarm een klein beetje kunt duwen. En dan rolt de borst iets meer open naar links. De linkerarm reikt om te beginnen iets meer naar achter. Misschien voel dat de rechterhand reikt voor de kuit, de enkel, de knie of misschien zelfs de voet of de grote teen. En dan breng je of de linkerarm over het hoofd in de richting van je rechtervoet. Of je houdt hem omhoog. Of de linkerhand gaat meer naar de rug. Of zelfs je rechterzijde. Door de borst blijft open naar de linkerzijde. Blik is omlaag, opzij of omhoog. En voel dat de stretch weer is verplaatst. Misschien nog steeds iets je rechter hamstrings. Maar voor de rug meer de onderrug aan. Of de zijkant links. Houding bijna hetzelfde. De Parsha is gedraaid. Janu Shears Asana Knieopstaan. Neutrale adem. Normale adem. In die gedraaide variant adem nog 2 keer rustig in en uit. De linkerarm meer overhoofd is of minder de rug. Strek dan de linkerarm weer iets weer naar achter. Gebruik je rechterhand wat meer op de vloer. Lift de schouders, de borst en het hoofd weer terug omhoog. En dan draai je weer terug naar voren. Geef je het linkerbeen de ruimte. En dan wissel het rustig van zijde. Ik draai alleen een kwartslag, dat hoeft natuurlijk niet. Je rechterbeen gaat iets naar buiten. Of je rechtervoet gaat naar de binnenkant van het linkerbeen. Nog steeds de oriëntatie begint voorwaarts. Lift de arm omhoog, adem in. En op de uitdaging buik voorover. En land de handen waar de handen landen. Het is goed om wat ambitieus te zijn of ambitie te hebben voor een houding. Maar als er geen enkel punt van relaxatie in de houding meer te vinden is, dan jezelf iets terug wil gaan. Als er geen ruimte meer is voor een normale adem. Als je ervaart dat je hamstrings het uitroepen om de knie te buigen misschien niet zo diep hoeft te komen. Relax je nek in hoofd. Focus adem. En dan hier nog 2 keer, rustig in en uit. Je zet een klein stukje omhoog, net genoeg zodat je de linkerarm aan de binnenkant van het linkerbeen kunt plaatsen. Elleboog bovenarm of de onderarm op de hand. Want je duwt, rijdt misschien met de hand naar de kuit, de enkel of heel op de voet. Open de rechterarm naar achter, twist. Hou die rotatie op de borst open en breng de rechterarm in positie op overhoofd. Of weer naar de rug. Beide is prima. Voel wat je voelt eenmaal in de houding. Hè? Hamstrings op links. Vierzijdige rug, spieren op rechts. En dan ook hier eerst 2 keer rustig in de nacht. Dus de rechterarm weer een klein beetje naar achter, tot richting de linkerhand, duw misschien zelfs op de vloer liggen voor. Nee, langzaam weer iets terug. Geef dan beide benen weer iets ruimte. Je voeten weer iets uit elkaar, je tenen vallen misschien iets naar buiten. Als de buiging in je knieën misschien wat belasting van de hamstrings weg kan nemen, relax je schouders. Dus.
rustig weer de ogen. Symmetrisch voorover buiging. Sluit de tenen en hielen weer iets aan. De benen die een eenheid vormen. En meer symmetrisch de hamstrings en de rugstrek in Paschimottanasana. Lift dan weer de armen langs het hoofd omhoog, adem in. En hetzelfde op de uitingen, rijk voorwaarts. Handen gaan als laatst. Rijk voor de voeten, de enkels, de kuit. Of misschien zelfs de armen om de benen heen brengen. En trek op de buik. Dan de borst richting bovenbenen zou willen bewegen. Hoog, volg met de rest van de rug om de bekken. Trek de hele achterzijde van het lichaam. Hamstrings, misschien zelfs de kuiten als je handen weer bij de voeten zijn. De buitenkant van de voet kunt vasthouden, de grote teen, of misschien zelfs ook hier de handen om de voeten heen brengt en een van je polsen kunt vasthouden. Focus adem. Nog niet hoe de houding is, maar de houding. De houding is een techniek. Ja, voorover buiging. Adem weer twee keer, rustig in en uit. Zo in, zo uit de houding. Strek even de armen weer richting het hoofd, de rug is recht. Vanuit die rechte positie ligt de torso de armen weer omhoog. Dan breng de armen rustig omlaag. Plaats om te beginnen iets naast de heup, Purvottanasana. De handen een klein stukje naar achter breng. De vingers wijzen naar voor, naar buiten of zelfs naar achter. Plaats op dit moment je beide voeten op de vloer, mits je per se de benen lang uitverhaalt. Altijd welkom. Adem heel licht in zin op de uitwinding, til de heup op richting plafond, activeer de bilrugspieren. Als een nekruimte heeft, neem je het hoofd mee omhoog en naar achter. Blijf in adem, de openheid, misschien zelfs een stretch aan de voorzijde, de energie aan de achterzijde. Normale adem, neutrale adem. Blijf in de weer. Hoofd achterover, denk ik, de kin richting de borst. Dan buig vanuit de heup, laat je benen weer terug richting de vloer. En ik opnieuw dat rust. Je voet iets uit elkaar, relax je benen, relax je schouders, laat je ogen. En luister. Kom er nog één houding aan toe. Matsyendrasana. Open eerst rustig de ogen. Breng de benen weer wat dichter naar elkaar toe. Je liep het linkerbeen lang uitgestrekt houden, hou je die lang uit. Anders plaats je beide voeten op de mat. Breng het linkerbeen onder het rechterbeen door en plaats de rechtervoet over de linkerknie. Als je rechtop kunt komen zitten, dan haak met de linkerarm om je rechterbeen. En misschien is het alleen dat je de elleboog buigt en de been gebruikt om een soort omhelzing te maken. Als je voelt dat de schouders best wel ver in kunnen draaien, je ook de linkerarm aan de buitenkant van je rechterbeen kunt brengen. Misschien zelfs voor sommige mensen de knie of de voet kunt vasthouden. De rechterhand gaat zo ver mogelijk naar achter. Onder de kin, borst is op. Als het hoofd ruimte heeft, de nek kan altijd individueel van de rechter draaien. Bij het hoofd misschien mee. Dan kijk je over rechter schouder of opnieuw je sluit de ogen. En dan weer in de houding, adem. Laat langzaam de linkerarm weer op en de schouders terug open midden. Laat je beide voeten weer terug op de vloer. Mits je één been lang uit had, dan strek je het rechterbeen lang uit. En wisselt van zijde rechterbeen onder links, links over rechts.
Roteer de schouders, de borst over naar de linkerzijde. Met de rechterarm om of over het linkerbeen. Linkerhand blijft als steun aan de vloer. Je voelt hoe de schouders weer draai maken. De linkerschouder beweegt naar achter. Als de nek ruimte heeft, heeft ook de linkerschouder zijn schouder. En nu nog twee keer rustig in de nek. Dan de rechterarm weer rustig opstrijden. Het schouders weer zo hoog het midden. Voor een moment geef de benen weer de ruimte. Klein moment weer voelt en luistert. De feedback die het lichaam stuurt. Het resultaat van al je inspanningen. Een klein beetje die houding is. In het geval dat die ervaring zakt langzaam weer weg. Met die ervaring die overblijft, vind dan rustig jouw rusthouding. Wat op de rug kan zijn in Shavasana, wat ondersteuning kunt gebruiken als je wat aan wilt trekken, neem alle ruimte en tijd die je nodig hebt. Liever rust op de buik in Makarasana of op de zij in Vedikrishna, altijd welkom. Hè? Child pose, de beste houding is voor je. Of misschien een zittende houding waar je meditatie wil bewegen. Voor die laatste minuten de houding kunt vinden die voor jou het allerbeste werkt. En ook de houding van rust per dag weer kan verschillen in wat het meest comfortabel voelt. Dan neem je tijd en ruimte om te observeren wat de energie is die overblijft. Wat je voelt, wat je denkt. Elke millimeter van het lichaam, zo veel moeite als je doet in de houding. In Paschima Uttanasana misschien de maximum energie aan het proberen bent om een diepe vooroverbuiging te creëren. Investeer minstens zoveel energie op in je rusthouding. Elke millimeter een wereld van verschil kan maken of dat je ontspanning ervaart of dat het lichaam actief blijft. Dus. Van de voetzolen tot de top van het hoofd, het hele lichaam in rust. En als het lichaam eenmaal in die rustpositie is beland, laat het lichaam. Vergeet het lichaam. 55 minuten heeft het lichaam aandacht gekregen. De techniek die we gebruiken voor yoga asanas, van warming up langs de zonnegroet, langs de individuele asanas, of we het nu snel doen of langzaam. Of het nu meer yin is of meer yang, maakt geen verschil. Het is een techniek. Dan neem alle techniek weg. En observeer wat overblijft. Waar beweegt jouw aandacht naartoe? Eenmaal in rust.
bewust en weer terug naar de aandacht. Dank je voor jezelf, misschien eerst rustig in en uitademend. Het feit dat alleen de adem misschien al automatisch iets dieper wordt en dan wat beweging creëert. De beweging misschien wil vergroten, wil verlengen. Met de armen vanuit de benen een stretch op voet komen. Om jezelf misschien juist wat kleiner en wat ronder wil maken. Doe wat intuïtief goed voelt. In die tijd. En vanuit de relaxatie jezelf heel langzaam weer omhoog bewegen naar een zittende houding. Met de ogen nog kort gesloten. Die zittende houding, de wervelkolom, de rug weer actief rechtop beweegt. En span je schouders weg naar je oren, de nek zit gestrekt. De handen rusten daar waar ze landen, in de schoot, op de been. Sluit ik af met dezelfde mantra. Adem in. Gurave Namaha. Doe dan hier nog een keer de hand om staan. Namaste. Dank jullie wel voor het meedoen. Voor die aandacht, energie en interesse in de les, altijd leuk. Als je vragen hebt, altijd stel ze. Als je meedoet met de meditatie, heb je een korte pauze, ben je om 7:45. Zo niet, alsnog, dank je wel. Geniet van je avond en hopelijk tot snel.